nieuwe bibliotheek hier achter me, die hangt al vol ballonnen. Het is een beetje feestelijk. Maar die feestelijke opening die laat nog even op zich wachten. Die is pas in oktober, maar feitelijk is de bib al sinds 1 juni open. Het eerste wat natuurlijk opvalt is de prachtige open en lichte ruimte hier van de hal. En hier zijn ook meteen een aantal functies ondergebracht. De klantenservice achter mij, VVV-trefpunt zit hier, dus niet meer bij de ANWB. En je kunt hier je boeken automatisch inleveren en lenen. En het inleveren kan eigenlijk niet missen. We staan hier in de zogenaamde hotspot, maar het enige wat ik tot nu toe zie is uitleen van cd's, dvd's en andere digitale dragers. Gaat hier nog iets anders veranderen? Het is natuurlijk wel een hotspot met de nieuwe media. Ja, dus ten opzichte van een boek zijn cd's en dvd's nog wel nieuw. Ja? Maar wat hier gaat veranderen is in ieder geval ook in de toekomst dat Blu-ray hier een plek gaat krijgen. Zelfs gamen in de bibliotheek, in de hotspot. Gaan we dus Wii'en hier in de hotspot van de bibliotheek. Maar ook bijvoorbeeld het e-book is nieuw en daar willen we in ieder geval ook al iets van laten zien. Ja. Maar je krijgt hier dus ook grote schermen in deze ruimte? Ja, deze ruimte en ook al op andere plaatsen in de bibliotheek, maar met name in de hotspot komen een drietal grote beeldschermen. Ja. Je zei het net al, het e-book, dat is de toekomst. Kun je daar iets van laten zien? Wat we hier nu doen is vooral informatie geven over wat is het? Wat is een e-book? Welke soorten readers zijn er? Ja. En kunnen we daar wat mee spelen en aankomen? Dus het is vooral de informatieplicht van de bibliotheek om te laten zien wat er op de markt is. Ja, ja. Hoe het werkt? Ja, eigenlijk consumenteninformatie. Van kan ik het kopen? Maar hier kun je het ook voelen en kun je het ook bedienen. Dit komt dan ook straks als dienstverlening wel in de bibliotheek, maar het moet nog geregeld worden met uiteraard de rechten en plichten die dat met zich meebrengt en een hele hoop praktische zaken. We hebben net gezien beneden hoe de boeken automatisch ingeleverd worden. En dan komen ze hier op de eerste verdieping aan en dan worden ze ook weer automatisch uitgesorteerd per categorie. Het erfgoedpunt heeft ook een mooie plek gekregen in de nieuwe bib en een heel nieuw apparaat. Hoe werkt het nou? Ja, het is voor mij ook nog even spelen hoor. Oh? Maar provisorisch staat er in ieder geval al een heleboel op over Helmond. Foto's van oud Helmond. Om het erfgoed een beetje tot leven te laten komen. En met deze supermooie beeldtafel. Ja, er kan nog veel meer mee. Kan ook echt gespeeld worden. Maar dit is in ieder geval even met het beeldmateriaal van Helmond van vroeger. Is er al het nodige te bekijken. Ja. En dan kun je ook gewoon uitvergroten. Ja, het is een beeldtafel waar natuurlijk veel mogelijkheden in zitten. Maar je kunt foto's die er op dit moment in zitten van het RHC, die kun je in ieder geval de revue even laten passeren. Je kunt ze doorbladeren, maar je kunt ze ook groter en ook kleiner maken. Sluit daarmee ook heel goed aan bij de tentoonstelling die op dit moment in de bibliotheek plaatsvindt. Op de eerste verdieping, in de tentoonstellingsruimte. Waar ook veel fotomateriaal van Helmond van vroeger wordt geëxposeerd. Ja. En heb je van hieruit nou ook rechtstreeks verbinding met het Regionaal Historisch Centrum in Eindhoven? We hebben als bibliotheek volop verbinding, heel veel digitaal, via een website. Het werkt op dit moment nog niet op alle pc's in de bibliotheek. Via deze beeldtafel nog niet één op één naar Eindhoven, maar dat moet wel even op een andere plek mogelijk zijn. Deze beeldtafel is nu even standalone. Maar waar het uiteindelijk om draait in de bib, is natuurlijk boeken.
Nu hangen hier in de expositieruimte de oude foto's van Helmond. Die zijn van de BIEB zelf. Maar dat kan natuurlijk ook kunst geëxposeerd worden. Het is aan het bestuur van de BIEB wat er komt te hangen. Maar voor de rest van het jaar zitten ze al helemaal vol. En als je je boeken opgehaald hebt of weggebracht, dan kun je hier in die super deluxe lunchroom ook nog gezellig een kopje koffie drinken. Ja, zeker. Dat is wel even genieten. Ja. Ja. Hebben jullie hier bewust voor gekozen, voor deze formule? Ja, we hebben er heel bewust voor gekozen om mensen meer te bieden dan alleen maar even de 10 minuutjes in de bibliotheek om een boek even terug te brengen. Eigenlijk ook de verblijfsfunctie van de bibliotheek wat te verlengen. Mensen een langere tijd in de bibliotheek kunnen verblijven, al zitten ze de hele dag te studeren. Kunnen ze hier even natuurlijk ook een krantje lezen, ook een boek lezen, want die staan er uiteraard ook in dit café. Maar kunnen ze bij Comma ook een lunch geserveerd krijgen. Ik zag ook een podium in. Wat ga je daar organiseren? Het podium bij het bibliotheekcafé wordt op regelmatige tijden een lezing georganiseerd, een presentatie, een stukje muziek. Dat zijn al dingen die heel dicht bij de bibliotheek liggen. Dus bijvoorbeeld een dichter die af en toe een voordracht komt doen. Maar ook een hele lezingencyclus zijn wij aan het plannen voor het komend jaar. Waarin we bij dat podium, 75 mensen, kunnen er ongeveer zitten. Op avonden waarop de bibliotheek dicht is. Of zelfs ook overdag bijzondere activiteiten kunnen gaan organiseren. Nou, ik vond het een hele mooie rondleiding. Dankjewel en tot ziens. Graag gedaan. Oké.